Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo en deze vlog gaat over Superman comics in ieder geval. Ik heb laatst namelijk wat Superman comics erbij gekregen en ik heb eigenlijk nooit echt heel veel Superman gelezen. Behalve dan The Death of Superman en The Return of Superman en hier en daar wat uitgaven van Baldekijn. En ik ben gewoon benieuwd wat er in die stapel zat, die Superman stapel. Dus ik dacht, nou laat ik dat gewoon eens gaan bekijken en laat ik het ook meteen even aan jou zien. Superman nummer 9. Mooie Bill Sienkiewicz cover. Dat heeft niks met Superman te maken, maar het is wel leuk om te laten zien. Ze liggen dus nog door elkaar, zoals je ziet. Een paar daarvan heb ik toch wel al, zie ik. In 1989 heb ik een paar van deze gekocht, weet ik nog, toen de Batman film uitkwam. Batman en Superman. En natuurlijk ook, oh kijk, iemand is creatief bezig geweest met covers. Een beetje jammer. Superman nummer 8. Ben jij een fan van Superman? En zo ja, wat vind je dan een goede run? Bijvoorbeeld die van John Byrne misschien? Of misschien wel de huidige Superman-reeks met Brian Michael Bendis. Die heeft het in ieder geval een tijdje gedaan. Kurt Swan heeft dit getekend. Een onbekende Superman-tekenaar. Kijk, we hebben nummer 1. Ik heb wel een zwak voor Superman, moet ik zeggen. Mijn grote liefde op stripgebied is natuurlijk Spider-Man. Maar nummer 2 staat Batman als favoriete superheld. Ik vind Doctor Strange leuk en Wolverine. Maar ik heb ook wel iets met Superman. Eigenlijk was dat de allereerste superheld die ik leerde kennen, dankzij de films van Christopher Reeve natuurlijk. Met Christopher Reeve moet ik zeggen, als Superman. Hoewel, in de latere delen bemoeide hij zich er steeds meer mee, de acteur. Dus het is ook een beetje van Christopher Reeve. En als kind spreek je dat natuurlijk aan, hè. Zo'n supersterke man van een verre planeet. Dat is natuurlijk gewoon heel erg interessant. Superman heeft wel eens een slechte dag. Maar uiteindelijk heb je dan vaker toch het idee dat Superman te onoverwinnelijk is. En dat het een beetje saai is en de verhalen wat simpel zijn. Maar er zit best wel wat complexiteit in. En er is nou een tv-serie Superman en Lois. En daar heb ik de eerste drie delen van gezien. Dat gaat echt over, nou, Superman en Lois hebben twee zoons. Waarvan er eentje superkrachten ontwikkelt. En dat is dan best lastig voor hem. Voor die zoon, maar ook voor Clark. Zijn activiteiten als Superman te combineren met die van vader. Dat is wel een interessante serie. En ze gaan dan wonen in Smallville, of all places, waar die natuurlijk vandaan komt. Dus gaan ze de grote stad uit. Ja, het is een Amerikaanse comic is dit. Dan gaan ze de grote stad uit en gaan ze een tijdje wonen in Smallville. Dus het wordt allemaal heel kleinschalig wordt het gebracht. Dus ik heb nog maar de eerste drie delen gezien. Het gaat echt over, ja, misschien is dat ook wel een trend in de Verenigde Staten. Dat mensen weer weggaan uit de grote stad en weer meer het platteland opzoeken. Of de rustige dorpjes, zeg maar.
En dat wordt dan gereflecteerd in zo'n serie, weet je. Dat vind ik wel interessant. Nou, dit is wel leuk om te hebben. Het is ook zo leuk om te hebben en om te lezen, man. Ik heb wel zin om nu lekker te gaan zitten lezen, gewoon. Zoek allemaal special nummer 17. Nou, dit is volgens mij uit de tijd van dat Superman vervangen werd door vier andere superwezens toen hij overleden was. Oh, dit is de terugkeer van Superman zelfs. Ha. Dit is natuurlijk een beetje het kostuum wat we zagen in Zack Snyder's Justice League. Die een tijdje geleden is gelanceerd. Romantisch meteen, oké. Okay. En dat is onder andere Steel en dan Superboy en dan Cyborg, die zagen we hier al. Nou, nog eentje, er waren iets van vier versies van Superman. Nou, kijk, hier heb je Steel, die toen de ronde deden een tijdje. En daarna kwam de echte Superman weer terug. En Superman, dit speelt zich af in de jaren 90. Superman was natuurlijk doodgeslagen door Doomsday. Ja, Supergirl. Wie heeft dit getekend? Interesting. Nou, hier hebben we Louis Simonson heeft het geschreven. John Bogdanov, denk ik dat je het uitspreekt. Ik pin me er niet op vast. Mijn uitspraken zijn niet altijd even piano. Deze heb ik in het Engels ook. In een dikke trade paperback, The Return of Superman. Superman is toch altijd een beetje, komt altijd een beetje kinderlijk over als een kinderfantasie. In mijn optiek dan. Ten opzichte van Batman, waar de verhalen wat harder waren vroeger. En omdat hij zo super is. Maar het is wel een mooie kinderfantasie. Dus er is op zich helemaal niks mis mee. Titans. Kijk, Byrne, Ordway en Janky. Dat wil ik wel lezen. Ik vind de John Byrne reboot uit 1986. Man of Steel vond ik heel leuk om te lezen. Heb ik laatst nog behandeld in Eppo als de ene laatste onderloop. Ik ben wel benieuwd, zoals ik al zei, wat vind jij van Superman? En wie is je favoriete Superman-acteur? Is dat nog steeds Christopher Reeve? De mijne wel namelijk. Of denk je, nou, ik vond die van Bryan Singer, Brandon Routh, wel goed. Of denk je, nee, Henry Cavill. Dat is voor mij de Superman. Of misschien een van de tv-acteurs. Ik ben even de naam kwijt van die gast die het dus nu doet in Superman & Lois. Die vond ik het heel goed doen. Dat is ook de Superman die we kennen uit Supergirl, want het zijn dezelfde producenten. Dus uiteindelijk zal die serie wel weer een beetje minder worden. Het zijn niet zulke hele goede producenten. Maar... nou ja, wie weet. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar een volgende.